mijn tijd was voeding zeker belangrijk, maar ik had een heel team met specialisten om me heen. En op het gebied van voeding heb ik wel wat steekjes laten liggen. Ik dacht dat ik wel alles kon maken, kon eten wat ik tegenkwam. En daar heb ik pas later in mijn carrière ben ik daar serieus naar gaan kijken. En toen zag ik meteen de resultaten. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat de huidige generatie sporters zich ervan bewust is hoe belangrijk voeding is om het juiste moment te kunnen pieken. Mijn favoriete recept in dit boek is wat Epke heeft aangegeven. Dus dat is een hele lekkere salade. Zie je ook, dat hangt hier ook allemaal met kip, mango en avocado zit erin. Ik ben heel erg te spreken van goede salades eten. Ik had heel veel brood en daar ben ik een beetje van teruggekomen. En Epke heeft nou ook weer laten zien dat hij blijvend duurzaam kan presteren. Daardoor is hard werken, heeft enorm veel talent en een van die facetten is goede voeding. Dus ik zou naar hem luisteren als je goed wilt presteren.